Hallo kijkers van Watchdagger, welkom bij een nieuwe King Wars Tour en vandaag zitten we weer in een stad. In deze aflevering gaan we jullie het kasteel van Eerda laten zien, oftewel het oude Elvenfort. Deze staat er sinds de geschriften al heel lang en is een van de eerste gebouwen geweest die in Eerda zou zijn gebouwd. Oh, daarachter vliegt nog een katapult, ja dat kan in King Wars. En dit is de machtige Edriftielboom. En zoals jullie misschien al best wel veel episodes hebben gezien, is dat we hier zijn langsgelopen. En dan kijk je naar dit grote gebouw en dan denk je ook al van, oh, what the fuck, dit is een machtig fort. Ja, met een gigantische tuin eromheen natuurlijk, want dat straalt ook weer pracht uit. Maar we gaan eerst even kijken bij de Edriftielboom. Dus laten we even hier gaan kijken. En dan sta je hiervoor. En hier stond toen Valdir, als ik het goed heb. En hij sprak tegen mij dat, dat Zephyrin eigenlijk de bomen toen hadden overgenomen van ons land. En dat die zijn overgepoot in de grond van Zephyrin, waardoor zij daarmee kracht uit zouden kunnen halen. Vanuit daar is dus eigenlijk ook de vloek hier gekomen. En even een selfie met mezelf, zo met de bomen bij. Ja, even bij het begin. Dus in het begin was het dus eigenlijk zo dat Zephyrin die kwam hier toen een keer omdat ze toen nog die oorlog hadden tegen Andal. En toen hebben wij hun onderdak geboden en hebben zij ons eigenlijk verraden door onze bomen af te pakken. En ja, dat is dus eigenlijk het verhaal en daardoor wilden wij wraak, want omdat onze bomen weg waren, is natuurlijk ons land zwakker geworden en zijn wij ten val gebracht door Andal. En moesten wij dus vluchten naar, Aloris. Maar nu is het weer helemaal van ons. En ja, laten we maar eens gaan kijken, want dit is het gigantisch grote fort zoals jullie kunnen zien. Hier kom je natuurlijk op een binnenplein uit waar al best wel flink veel te doen is. Hier zit natuurlijk de smid van het kasteel, oftewel ik weet niet wat daar voor is, maar hier zit dus de weaponry. Hier liggen alle wapens van het kasteel, van alle ridders, kruisbogen, zwaarden. Dit is een speciaal rekje met speciale wapens erin. Deze is Sam gemaakt, dat vind ik op zich wel leuk. En er staat hier een pop waar je op kan trainen en het is allemaal gedaan met metadata. Dus al die kettingen, dat ziet er hartstikke vet uit toch. Ik vind het wel, er liggen hier zelfs zwaarden op. Dat heb je nog niet gezien. Even zien, hoe doe ik dat? Dit is een pressure plate. Weet je hoe vet het eruit ziet? Je kan hier nou gewoon arrows en zo allemaal opleggen. Dat is een nieuwe metadata, die heb ik dus nog niet gezien. Maar goed, hier liggen ook allemaal pijlen op. Weet je, cool. We gaan maar even in F1 en we gaan naar buiten. En dan zie je ook al wel hier dat hier de smelter is. Hier kan hij dan de oors in doen. Ja, we gaan even verder, want we gaan natuurlijk ook even binnenkijken. Natuurlijk kom je hier bij de entrance de La. Troonzaal, als je het even snel wil benamen. En dan kom je hier in de grote troonzaal van Eerda. Het is niet zo groot als bijna in alle andere landen, maar ik vind hem wel leuk. Hij heeft een beetje een forestachtig ietsje. Je bent hier één met de natuur. Een beetje het zen-gevoel heb je hier. Dat is altijd wel bij elfen geweest. En ja, daar hangt hier glowstone, oftewel gewoon lampen. Ja, dat is eigenlijk de mooie oude troonzaal van Eerda. En we gaan natuurlijk even verder kijken, want het kasteel is nog vele malen groter dan dat. Laten we eens even bij het begin gaan beginnen en dat is dat we naar de kleine bibliotheek gaan. Hier zit dus een kleine bibliotheek en hier ligt een van de gouden eieren. En ja, ik weet niet wat het speciaal is, misschien dat er nog iets achter komt. Maar het is een beetje een rotsoortje, daar hangen hier allemaal zakken. Het was een beetje de bedoeling dat dit eerst een stal zou worden, maar ja, je kan binnen geen stal maken. Dus dan gaan we even verder. Want als je hier de trap op gaat, dan kom je natuurlijk weer bij een nieuw stuk. En dan gaan we hier de trap op. En dan zie je hier dat hier generaal Demi, of het is nou admiraal. En dan heeft hij hier een klein kamertje in het kasteel met een taart. Oh, deze taart is lekker mooi zien. Die ziet er goed uit. Gaan we hier naar buiten. Want dit is een beetje de zaal van de ridders. Hier zit Juri. Oftewel Jori of Juri. En hier is de keuken van de ridders. Hier maken ze, of hier halen zij hun eten vandaan. En ja, ik zit hier ook wel eens bij, gewoon even voor de gezelligheid. Dit is de tafel des ridders. Ik vind hem ook wel heel vet geworden, dan kan je hier naar boven. En dan wachten we eigenlijk nog tot armor stands zijn op de server, want de server is nou nog maar 1.7.10. En er zijn nog geen armor stands helaas. Ik wil het wel heel graag, want hier kunnen we dan allemaal armor stands neerzetten. Dat zou echt zo vet zijn. Dat is al een beetje een ideetje voor als de update zou komen. Maar goed, ook als je in het kasteel bent, lek ik wel echt, sorry, een beetje van de frame drops. Maar goed, dan komen we hier bij de vergaderzaal uit en hier worden natuurlijk alle plannen gesmeed tegen de vijanden. Hier zit meestal gewoon adviseur slash hertogen en dan kan ik hier zo zitten en dan kan ik genieten van, van de tafel. Dit is als het ware gewoon een hele mooie ronde vergaderzaal.
Lagen eerst ook bordjes op, maar die zijn allemaal weggehaald. Ja, dit is ook een beetje de eetzaal, maar goed. En dan zie je hier, een soort van kleine, een kleine bieropslag. En hier in dit kistje zitten allemaal spullen. De rum, de broska, vodka, nog meer rum, alles. Er zat eerst ook fristie in, maar die hebben ze eruit gehaald. Oh. En ja, en je moet niet in die flesjes gaan lopen, want dan loop je dus eigenlijk in een spinnenweb. Dat heeft die metadata. Dit is weer een kleine hal met schaakbordjes en et cetera. Een paar bosjes die nog geel van kleur zijn, die ook nog moeten om worden gezet. En dan kom je hier een beetje bij de kamer waar alle alchemisten zitten te werken om zo nieuwe materialen te kunnen krijgen. Hier zitten ze dan voornamelijk alle kruiden die hier groeien hier beneden. En emmers met water in. Dan zitten ze te proberen om soorten materialen te krijgen zijn die nog niet in deze wereld beschikbaar zijn. Dus het is altijd wel op. Ja, het is een soort van chemie, maar dan in de middeleeuwen. En dat is op zich best wel grappig om te zien. Veel wijsheid kan je hier ook uit deze boeken halen, dus dat is ook wel heel leuk. Dan gaan we naar boven en ja man, oh, sorry voor de lek jongens, maar het is echt gewoon omdat er zoveel item frames en al die details zitten erin, waardoor je eigenlijk best wel veel frame drops krijgt. Er zit hier een kleine kachel met een gouden helm. Deze helm heb ik meegenomen vanuit mijn oude hertogdom, dat is de Helmet of Honor. Dat is één item dat je misschien wel bekend voorkomt. En hier kan dan de tovenaar van het kasteel kan hier dan zitten. Ik ga één dingetje verklappen voor storyline. Want er zijn tovenaars en magiërs in King Wars. En ja, in Eras zit er ook eentje. En die werkt dan voor mij gelukkig. In ieder geval is het niet een bad guy. Maar in storyline wordt daar straks nog meer over verteld. Oh ja, dan kom je hier. Zo, nog een paar bosjes tegen. Dat is wel hartstikke leuk. En dan zit je hier straks bij een. Ja, dit zou een soort van study room zijn waar je dan een beetje de documenten kan bewaren en zo. Dat zou een beetje leuk moeten zijn, maar goed, dat is nog niet verder ingericht. Oké, dan gaan we even hier naar boven. En dan gaan we even hier naar beneden. Hier komen we straks op terug, mensen. Maar niet alles is nog helemaal af van het kasteel. Bijvoorbeeld hier moeten dan nog trappen naar boven komen. Maar vanaf hier heb je wel een heel leuk uitzicht op de E3-tiel. En dan kom je eigenlijk in dit stuk. En in dit stuk, daar zit natuurlijk de kamer van Hertog Sam, want Sam moet natuurlijk ook een hele mooie kamer hebben. Het is een beetje met verschillende leers ook weer een taart aanwezig. Hij heeft een kist, maar er zit niks in. Nou Sam, je moet eens een keer wat spulletjes hierin doen, want het is jouw kamer en je kamer is leeg. En dit is dan weer zo'n achterwaartse gang waar dan niemand eigenlijk wil komen, weet je wel. Maar dan kom je hier, kom je echt op een vet plekje, want hier, dit heb ik een beetje bedacht. Ik dacht van, hey, we kunnen als je 's ochtends wakker wordt, kan je in één keer hier zo op die steen gaan staan, dan heb je een heel mooi uitzicht op de tuin. En dit vond ik wel heel vet bedacht, dus dat zie je niet vaak terug. En dan kom je hier eigenlijk vanuit mijn slaapkamer, want dit is natuurlijk mijn slaapkamer. Dan heb je hier wat kistjes staan, een kleine study, mijn eigen persoonlijke kist en harbelgoud. Ja, ik ben rijk dat daar jongens. En ja, dan kan je hier straks zo naar buiten en dan sta je zo. Ja, jullie kennen het verhaaltje wel. Ik vond het wel hartstikke leuk om dit te bouwen. En dan kom je hier weer een trap naar beneden. Een hele trap naar beneden. Een hele lange trap naar beneden. Dan kom je hier beneden. En dan kom je hier in onze appelgaarde. En dat is wel heel leuk. Want onze appelgaarde, hier kunnen we dus appels plukken. En die eten we dan 's ochtends op. En je ziet dan ook een paar van die leuke birdtrees. En dan kom je hier bij een soort van kleine opslag. Hier zat al het rotzooi. Ik moest even een rotzooikamertje hiervan maken, want ik wist niet wat ik hier verder mee kon. En dan kan je hier zo achterlopen, hangen hier allemaal zakken. Vond ik wel een leuk idee. En dan kan je hier als koning of generaal kan je dan zo staan. En dan sta je hier zo. Bastards van Era! Bastards, vechters, weet ik veel wat. We gaan oorlog voeren, dus volgt u mij! En dan staan al die mensen dan zo. Ja! Gevechten! Dat leek me wel heel cool. En dat is dus eigenlijk een beetje de gedachte aan dat opstuk van buiten. Oh, hier ligt ook een site. Oh, leuk. Volgens mij ligt het aan de biome, dat we hem opeens hebben veranderd en dat het opeens allemaal wapens zijn geworden. Ik vind het wel leuk. Oh, en dit klopt niet. Dit moeten we ook nog even fixen. En dan kom je hier eigenlijk weer in de hal, want daar zie je dus die kamers weer. Maar hier zie je een kleine waterval van ons. En dit is de waterval van goed water. En dan stiekem, moet je niet tegen de bankieren zeggen van Era, maar stiekem hebben wij hier ook nog een kleine kluis.
Want in de storyline heeft mij met onze kluis beroofd en hebben wij al het goud wat eigenlijk van ons nog over is, een diamant, hebben wij uit de kluis gehaald en hebben wij hier veilig in het kasteel neergelegd. Want er is toch iets meer bewaking en dat vonden we toch iets leuker. Hier zit nog een item achter en ik ga nog niet zeggen wat het is. Dat blijft nog even een geheimpje, want dat wordt dus ook belangrijk in de storyline. En ja, dan kom je hier weer in de hal. Zo. En daar is de troonzaal. Nou, daar heb ik jullie nog één dingetje eigenlijk te goed. En dat is dat als je hier naar boven komt, jullie hebben het waarschijnlijk al in de allereerste aflevering van Season 2 wel gezien. Dan kom je hier, in de grote bibliotheek van Era. En hier liggen alle boeken en alle wijsheden over de oude elfen. En nog vele andere geschiedenissen, zoals van Aloris en ja, wat een beetje de coalities waren. Ze hadden we vroeger altijd al een alliantie met Eros, dat hebben we gelukkig nu ook. Dus ja, daar staan allemaal geschiedenis van in. Nou, gewoon even hier kijken. Hier zie je dan leuke tafeltjes en het is echt... Het zijn flinke muren, kisten. Ik heb het wat gedecoreerd met wat skulls en ja, kleine dingetjes. Maar ik denk, ik moet het niet al te druk maken, want je moet natuurlijk wel de boeken kunnen zien. En dan hebben we hierboven nog een boom. Deze dacht ik, dat vond ik ook wel heel mooi om te maken. Dus had ik deze er maar even neergezet, daar is nog steeds de katapult. En vanaf hier heb je ook een beetje een mooi overzicht zo op het pleintje. En ja, dan zit hier nog een heel stuk. En dit is eigenlijk de duelleerkamer, oftewel de training room. Dit is waar voornamelijk Damien storyline zit te trainen met zijn mannen. Echt gewoon de ridders trainen hier. Het is hier wel koud in de winter. Ja. Ik weet niet hoe we dat weg moet maken, oké? Maar dan kan je hier kunnen mensen gaan staan zo en dan staat die ander tegenover elkaar. Dan kunnen ze hier een beetje gaan duelleren met zwaardjes vechten. En dat was eigenlijk dit stuk. Als je hier ook zo een beetje omheen vliegt, dan zul je ook wel zien dat het best wel een groot fort is. Er zit ook best wel veel tijd in. Ik denk dat ik hier zo'n 80 uur in heb zitten, 100 uur misschien. Echt gewoon qua bouwen van details en inrichting. En dat was echt veel werk hoor. Oh ja, dit is misschien nog wel het laatste dingetje wat ik wil laten zien. Want ja, de meeste mensen die dus al echt vanaf het begin van Era kijken, die weten dat ik hier nog naar binnen moest dringen zelfs. En wat we dus hebben gedaan, ik moest via deze gang moest ik hier binnenkomen. Want die andere poort zat natuurlijk nog dicht en er zaten allemaal orks. Dus hopelijk heeft de vijand dat nog niet door, want anders kunnen ze zo in ons, bij ons kasteel komen. En dat moet natuurlijk niet, want dat willen we niet en dan gaat alles fout. Maar goed, dit was dus eigenlijk even een korte tour van het kasteel van Era. Vonden jullie dit een leuke tour? Doe dan natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Want dan laat ik misschien nog wel meer zien van andere storyline waar we wel zijn geweest, maar of nog niet helemaal hebben gezien. Zoals misschien een keer nog een keer een toertje doen in de stad, want hierachter zitten nog veel geheimen. En ja, dit was dus eigenlijk de episode. Dus doe, zoals ik al gezegd heb, eventjes een likeje erop. Even gewoon liken, weet je wel. En ja, laat er even in de reacties achter waar ik misschien de volgende keer naartoe zou moeten gaan. Want dan ga ik daar natuurlijk ook even kijken. En ja, willen jullie dus meer zien van King Wars en toeren van King Wars? Subscribe dan natuurlijk op Watch Jagger. En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Doei.